enkeltje kopen naar een bestemming buiten Arriva, dus waar een deel van de reis met een andere vervoersmaatschappij gaat. U ziet het welkomscherm. Druk op kaartje kopen. Gevolgd door enkele reis. Vervolgens wordt er gevraagd om je bestemming te selecteren, in dit geval Nijmegen. Wanneer deze in het scherm verschijnt, drukt u op Nijmegen. Daarna wordt er gevraagd welke klasse. Kies de klasse die uw voorkeur heeft. Vervolgens wordt er om een datum gevraagd. Er is keuze uit vandaag of eventueel een andere datum. Dan kiest u met welke vervoerder u wil reizen. U ziet de prijs van de reis. Er wordt gevraagd hoeveel kaartjes u wil. Vervolgens gaat u naar overzicht betalen en krijgt u een overzicht van de reis, het aantal kaartjes en de prijs van de reis. Wilt u nog een ander kaartje kopen, dan kunt u op product toevoegen drukken. Vervolgens drukt u op betalen. Bied een betaalpas aan en volg de instructies op de betaalterminal. U kunt kiezen om contactloos te betalen of u steekt uw pinpas in de kaarthouder en volgt de instructies op de betaalautomaat. Vervolgens krijgt u te zien dat de automaat bezig is met het aanmaken van het kaartje en kunt u deze uitnemen. Als laatste wordt u gevraagd of u de bon nog wil afdrukken.